Jurgen Mattei, hoe erg baal jij dat jij niet op trainingskamp in Portugal bent? Ja, het is vervelend, omdat het is altijd leuk naar het buitenland. Warm weer denk je altijd. En volgens mij is het niet heel mooi weer daar. Maar dan is het wel vervelend dat je hier blijft, omdat iedereen gaat weg. En het is toch gezellig als je met heel de groep daar zit. En je traint twee, drie keer per dag, dus je gaat ook hard werken en klaarmaken voor de tweede helft. En dat kan niet. En dus doe ik het hier zo bij de overgebleven fysio, dat is Adrie Poldervaar. Dus ja, dat is ook prima. Want je hebt een blessure aan je knie. Wat is er precies gebeurd? Nee, ik heb denk ik vanaf PSV heb ik klachten aan mijn knie. En ik denk nu dat het nu sinds 2, 3 weken is het bekend dat er een verdikte kruisband, wat totaal geen probleem is. Alleen er is toch wat weefsel omheen gegaan, wat voor irritatie zorgt. En in eerste instantie dacht ik dat het met een injectie verholpen kon worden. Met ontstekingsremmers en noem maar op erin. Alleen dokter Heijboer die zei toch tegen mij dat het met de operatie gedaan moest worden. En ik kon kiezen of het is nu in de winter of in de zomer. En voor mij was het vrij duidelijk. Ik wou er zo snel mogelijk vanaf. Dus ik heb het gelijk gedaan. Wanneer ben je precies geopereerd? Het is de 24e. Dus dat is dag voor kerst. Hoe lang ben je nu uit de relatie? Het duurt 4 tot 6 weken. Dus ik hoop dat ik daartussen weer fit bij de groep aansluit. Natuurlijk hoop je sneller, maar het voelt goed. Dus we kijken hoe het volgende week is. Maar dat betekent waarschijnlijk dat jij de wedstrijd na de winterstop tegen de Graafschap en Rode JC gaat missen. Ja, zo ziet het er wel naar uit. Je weet nooit, wonderen die kunnen altijd gebeuren. Maar het ziet eruit dat niet haalbaar is. En ik focus me op de wedstrijden daarna. En ik ben voorzichtig, want ik wil er echt vanaf en ik wil niet te snel beginnen. Hoe ziet deze week er nu voor je uit? Ja, ik train in de ochtend dan bij Blaak is dat. Dus het is gewoon bij de praktijk en het is fietsen, bovenbeen kuiten en voor de rest veel behandelen. Dus rustig gaan en ik hoop dat als we volgende week terug zijn dat ik weer het veld op kan. Ja. Dit seizoen doet het best wel goed. Je staat bijna altijd in de basis. Geeft dat een goed gevoel? Want er is ook best wel wat concurrentie op jouw positie. Ja, we zijn met z'n vieren voor de positie centraal achterin. En als je speelt, dat geeft altijd wel een goed gevoel. En het is altijd wel goed als er mensen achter je staan die er klaar voor zijn. Dat houdt je ook scherp. En ik denk dat ons wel helpt om altijd wel te presteren. Het is alleen maar goed voor ons. Had jij verwacht dat jij op je 22e een betrouwbare verdediger in de Eredivisie zou zijn? Dit is al mijn 5e seizoen, dus ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, ik wil niet arrogant overkomen, maar het werd op zich ook wel tijd dat ik voor mezelf dat ik in de basis zou staan. En ik begon er vorig jaar mee en gelukkig kon ik het dit jaar volhouden. Ben je niet bang dat je straks, als je weer terug bent na je blessure, weer keihard moet gaan vechten voor die plek in de verdediging? Ja, uiteindelijk moet het wel gebeuren. Kijk, waarschijnlijk mis ik de eerste wedstrijd. En je weet nooit wat er gebeurt. En als de trainer ziet dat de ander het gewoon goed doet, je wint. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je aan denkt. Maar uiteindelijk wil ik gewoon sterk terugkomen. En ik ben klaar, dan ben ik er klaar voor om weer mijn plekje te veroveren. En ik hoop dat dan zo snel mogelijk is. Maar uiteindelijk is het toch de trainer die daarvoor kiest. Hoe kijk jij nou terug op de eerste seizoen zelf als team? Jullie teamprestatie? We begonnen wat stroef. Daarna kwamen we in een goede periode. We hadden de wind goed mee. En we eindigden slecht. Iedereen zegt wel dat we een goede eerste seizoenshelft hebben gedraaid. In ieder geval redelijk. Maar ik denk als je de laatste paar wedstrijden kijkt, dan laat je toch heel veel dingen liggen. En dat is niet goed. Ga je dus toch nog met een slecht gevoel de winterstop in? Ja, uiteindelijk wel. En zeker als je hier thuis zo hard verliest van Cambuur, dan zijn de eerste dagen wel moeilijk. Maar ik denk dat er ook veel dingen die goed zijn. Dus daar moet je dan aan vasthouden en daar moet je weer voor gaan. Lukt het wel om die goede dingen te zien? Ja, het is wel lastig hoor als je zo'n laatste wedstrijd speelt. Maar uiteindelijk moet het wel, want anders ga je jezelf alleen maar de put in praten. Dus ik denk dat als je gewoon denkt aan de wedstrijden waar je het gewoon goed doet. En als je dat gewoon gaat herhalen en verbetert, dan moet het wel goed komen. Wat moet er beter in het tweede seizoen zelf? Nou, ik denk dat we op het einde van het seizoen een beetje te makkelijk werden en verloren. Eigenlijk, in het begin wonnen we elk duel en daarna werd het wat minder. Ik denk dat we gewoon voor elk duel moeten vechten. En als we daarnaast ook nog gaan voetballen, dan denk ik dat we het iedereen lastig kunnen maken. Dat hebben we ook laten zien. Maar als je dat niet doet, dan zie je ook dat we van iedereen gelijk kunnen verliezen.